Norden is op vakantie geweest met Bradley. 3 weekjes naar Thailand op boys trip. Eventjes genieten. Ik had zelf ook vakantie. Ik had minder was. Ik hoefde geen 20.000 bakjes eten te maken. Dus ik heb er wel eventjes lekker van genoten. Ja, wat haal je dan, hè? Peppa Pig. Oh, ik haal wel dit. Lekker zoet, sappig. Ik heb toch wel weer heel veel zin om Noord te zien. Ik stap dus in een land waar het 38 graden is. Je zit 12 uur in zo'n box. En je stapt uit waar een land waar het 8 graden is. Waar alles hetzelfde is als dat het altijd was. Je hebt niks gemist, niks is veranderd. En ja, dan kom je die schuifdeur uit. En dan ben je heel blij dat het dan weer is zoals het is. Oh, oh my god! Ja, liefste! Hi, liefie. En ik vond het echt heel lief dat ze hem op kwam halen. Daar laat ik ook weer zien hoe lief Shen is. Oh, dankjewel. Ballonnetje en een bloemetje staat ze daar zo mij op te halen. Normale mensen zouden zeggen, ja, neem even de trap omhoog, dan ben ik bij de aankomst al, dan stappen we snel de auto in. Wat natuurlijk veel praktischer is, maar praktisch is niet altijd waar Shen haar liefde in zit. En als je dan zo thuis komt, dan kan je zelf een gelukkig man doen. Ik zei net tegen Wendy, nog nooit iemand mij hier opgehaald, hè? Hier niet? Nee, het is altijd van kom naar de aankomst, 1 omhoog en dan... Nou, dat zei je al een keer. Zielig. Maar je ziet je buik echt wel, hoor. Je loopt ook echt als Peter Gillis. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd naar die foto's, want ik had iets gezien. Ja, je hebt toch die foto's net gemaakt? Die fotoshoot? Ja. Ja. Geen naakte hoeren nee, gebeuren, dat toch? Zou ik toch nooit doen? Dat zou ik nou nooit doen. Nou, dat laatste weet ik niet. Ik had aan Noor verteld dat ik een zwangerschapsshoot ging doen. Nou, dat hij dat überhaupt nog wist, dat is al heel wat. Maar dat hij daar zo mee bezig was. Want dat was echt het eerste waar hij naar vroeg. Ik vind dat je een beetje vaag doet. Nou, hoezo? Oh, het was gewoon leuk, het was gewoon goed gegaan. Je gaat me weer chockeren. Nee, dat zou ik nooit doen. Het dingetje met Shen is, en dat heb ik al vaker tegen haar gezegd, dat zij soms nooit helemaal zegt hoe het nou precies zit. Omdat ze denkt, oeh, dadelijk gaat hij dit niet leuk vinden, oeh, gaat hij dat niet leuk vinden. Maar dat is iets wat zij ontkent. Je hebt het kaartje in je hand, hè? Ja. Dus... ja, inderdaad. Ah, zelfs die kou vind ik nu niet eens erg. Nou. Ja, even controleren hoor, ze heeft een weekje in gereden. Je had hem toch zo gemaakt, zei. Ja, maar ik... Ik hou dus echt niet van auto's lenen van anderen. Maar ja, ik had een lekker band. Dus ik mocht Noors auto lenen. Ja, ik sta 's ochtends op, breng de kids naar school en in één keer zie ik een briefje op die ruit. En toen stond er, sorry, ik heb schade gereden. Ik moet zeggen dat hij eigenlijk best wel relaxed reageerde. Maar ja, hij heeft de schade natuurlijk niet gezien in het echt. Hij was schoon, maar hij is nu weer vies. Nee joh, valt wel mee. Filmpje was veel erger. Dat is heel goed dat je het filmpje hebt gestuurd. Oh. Schat, gaan zitten. Goed. Nou, heb je nog een winterjasje voor me meegenomen ook? Of was die voor jezelf? Nee, voor jou, maar ik dacht ja, dat kleine stukje. Ja joh. Oh, ga je nu alles even controleren? Even kijken of ik smoren van andere mannen zie. Ik kan beter bij jou controleren, met je Thaise chickies. Ja, er kwam zo'n chick naar me toe, helemaal bikini. Nee, een geintje, nee, dat is niet gebeurd. 30 kilometer, top. Gelijk maar even tanken onderweg. Dat is altijd zo mooi, hè? Gezellig, hè? Even een goeie, niet zo'n... Juist, zo'n gehaaste. Jij wilt er altijd, jij bent echt gierig in kusjes. Ik kwam net aanlopen, je wilde gewoon op mijn wang. Oh, oh my god. Maar ik wilde jou een knuffel geven en jij wilde al een kus geven. Ja, wat denk je? Ik heb je 3 weken niet gezien. Toen kwam ik op mijn wang en toen draaide ik gelijk mijn hoofd om jou een kus te geven. Ik heb ook helemaal niet het gevoel gehad dat je wat je me normaal geeft. Dat je me niet wil zoenen. Niet iets ergs of zo, maar... Kijk nou uit! Oh, lullo. Ja, hij ging open. Nee, ja, dat was toch voor hem? Nee, kijk, zie je? Oh. Kijk nou uit! Jij komt eraan bij die shoot. Jij wil een of andere watergodin. Nee, ja, ik had een idee, maar dat werd maar de mama swimwear, niet. Want... swimwearlijn in een burkini of zo. Nee. Ja, waarschijnlijk vindt Noord natuurlijk weer veel te naakt. En dat snap ik, want het is ook best wel naakt. Ja,
Het was helemaal, het regende, dus het kon helemaal niet. Wat ik in gedachten had. Dus nu hebben we gewoon iets anders ervan gemaakt. Het was heel leuk. Je bent heel vaag, hè? Hoe bedoel je heel vaag? Het was gewoon een zwangerschapsshoot met mij. Ja, maar ik vraag al vanaf het begin een beetje, hoe ziet het eruit? Hoe dit, hoe dat? Waarvoor maak je zo druk? Is het naakt? Een beetje. Met die shoot, Shen weet, ik hou niet van naakte dingen. Ik wil niet, mijn vrouw niet delen, dat iedereen kan meekijken en kan doen. En ik heb een beetje van, het is wel mijn vrouw ook. En ik snap dat dit haar werk is, dus ik moet daar een weg in vinden. Maar eigenlijk denk ik gewoon van, hoezo moet je dat delen? Hoezo moet dat erop staan? Hoezo moet het zo naakt? Ja, maar hoe naakt? Oké, daarom zeg maar, je kan beter gewoon lekker een keer transparant met mij zijn. Oké, zou ik het laten zien? Ja. Okay. Zie je, je hebt dus gewoon beelden, vuile oplichten als je bent. Ik vertrouw het voor geen meter. Ik heb verder nog niet. Wat hou je telly ook zo schuin? Nee! Je mag één filmpje. Je mag één klein filmpje. Nee! Jij bent bezig met een filmpje zien of niet? Noorie? Maar je moet het gezellig houden, want ik ben net terug natuurlijk. Mooi. Ja, dit is mooi. Dit ziet er goed uit. Dit mooi. Ja, want ik wil het classy houden, niet hoerig, zeg maar. Nee, maar dit is gewoon dit mooi. Dit is classy, dit is goed. Dit is goed, ja. Wat doe jij nou? Was het? Nee, dat was het niet. Jij wist dat ik het heel naakt ging vinden. Daarom durfde ik het niet te laten zien. Maar het is wel mooi, je kan zeggen wat je wil. Ja, het is mooi, maar okay. Ik vind jij bent ook mijn vrouw, snap je? Maar wat denk je als je dit ziet? Ja, het is toch echt prachtig? Ik heb altijd gezegd, als ik dit zie bij iemand... Word je niet goed. Verschrikkelijk. Ik vind dit echt verschrikkelijk. Maar ja, nu is het bij mezelf en nu vind ik het dan toch wel anders. Maar ik vond het niks om zwangere vrouwen te zien. Ik denk van, yo, het is een stukje privé. Hou je buik bij je. Ik hoef die uitpuilende navel ook niet te zien. Ik snap niet wat er mooi aan is. Ik heb een beetje zoiets dat ik denk van, oké, als jij dat dan wil, dan wil ik het wel overwegen voor jou. Merk ik nu dat het me minder boeit. Soepel. Maar leuk vind ik het niet. En ja, dan is je eigen vrouw zwanger. In één keer vind ik haar de mooiste vrouw die er is. En toen zag ik de foto en toen dacht ik van, wat een prachtige vrouw is Shanna. En die buik, het staat echt fantastisch. Dit is voor mij wel een dingetje, dit. Laat het nog één keer zien. Maar ik vind het mooi tegelijk, omdat je bent mijn vrouw. Mijn kind zit daar en ik vind het prachtig, maar ik vind het wel iets intiems. Ik vind niet dat 316.000 mensen dat hoeven te zien. In ieder geval heeft hij gezegd dat hij het mooi vindt. Dus ja, ik ben al lang blij. Maar kijk, dit is sowieso heel mooi. Waar ben ik aan begonnen? Heb je nou tranen in je ogen? Nee, geen tranen. Maar wel verdriet. Nee, ja, meer zo van, waar ben ik aan begonnen? Ik vind het wel mooi. Ik zelf vind het heel erg mooi in ieder geval. Zo zie je het minder. Minder, ja. Zo is het wel beter. Nou, dan doen we het toch zo. Oké, maar buiten dat, ik vind het echt prachtbeelden. Hè? Ik ben super trots op je. Dank je. Dat je dat wel... Maar kijk, ik heb ook foto's dat gewoon mijn arm zo ervoor wat meer zit. Ja, ja, ja. Hè? Maar ik vind het echt heel mooi. Dank je. Ik vind het echt heel mooi. Maar het is meer gewoon met de gedachte van dat ik het ook heel intiem vind. Dus toen moest ik wel eerlijk toegeven van oké, mijn bekrompenheid in naaktheid en dingen. Dit was gewoon echt gewoon fucking mooi. Ja. Wat vind je ervan? Heel positief, Noor. Je hebt het weer goed opgepakt. Oké, wat je gaat doen, je gaat met je bovenkant van je nagels vanaf de onderkant bij erbinnen. Langzaam een hartje naar boven op de rug. Ja, ja, dit is verband hoor. Dus je gaat langzaam. Zo, maar bloot, zo of ja, zo. Maakt niet uit. En dan blote rug of? Dan wel. Oké, okay, nu. Hoe voelt dit hondenponnetje? Vandaag hadden we een zwangerschapscursus. Ja, wat verwacht je? Wat kan je verwachten van een zwangerschapscursus? Ik heb geen idee. Normaal sta ik in een club of iets anders of ben ik met mijn haar bezig. Maar niet met dit. Ik vind Sabine echt een hele leuke vrouw. Ze heeft veel geduld. Ze luistert goed. Ik vind gewoon echt dat ze het superleuk doet. Maar ik heb echt niks meegekregen van die hele cursus. Zo Ja, schat. Ik kan er maar één ding van zeggen. Chaos. Tatu, tatu. Wat is er aan de hand? Lief zijn voor elkaar. Oh, je naam. Oh. Verloren. Geintje. Gewonnen. Kijk, was een grapje. Nou, wat ik wel uit de cursus heb gehaald, iets wat ik heel erg fijn vond eigenlijk, is dat Noor druk geeft op je onderrug. Uit ervaring weet ik dat het wel fijn is als je druk hebt op je onderrug.
Hoe voelt dit, Jen? Hoe voelt dit? Dan zet je ze beide kanten tegen elkaar aan. Het ziet er gek uit, maar hij is echt fantastisch. Ja. Hij voelt heel goed. Je kan zo gewoon... gek vind ik het niet, hoor. Ja, volgens mij vond hij dat masseren prima, dus nou, we zijn helemaal klaar voor. Laat die bevalling maar komen. Ja joh, lekker aan de slag. Ja, komt helemaal goed. Ja, door house op. Nee. En nou, ze kunnen nog een kus gehad vandaag, joh. Gierige kus ook? Jezus. Ik ben juist heel vervelend. Hallootje. Ik ben weer gezellig op het kamp. En vandaag ga ik eventjes langs bij Tjawo. Omdat we Celina willen verrassen. En op Curaçao wordt er nog een nieuw appartement bijgebouwd. Voor dat nieuwe appartement op Curaçao heb ik allemaal nog dingen nodig. Ik dacht, we gaan dat eens even lekker bestellen. Dan kan jij even helpen wat nou leuk is. Kijk, voor in die andere appartementen heb ik dit bed, dit houten bed. Omdat ik dacht, het ziet er een beetje tropisch en gezellig uit. Maar dit is een nieuw appartement, dus we kunnen ook iets nieuws kiezen natuurlijk. En in plaats van dat het één verdieping zou worden, dacht ik... Hey, waarom doe ik niet twee verdiepingen? Dus ik heb nu in plaats van twee bedden, vier bedden nodig. Matrassen en alles. En ik bestel dat bij Emma Sleep. Ik ben daar zelf natuurlijk ambassadeur van. En ik ben gewoon ontzettend blij met de producten van Emma Sleep. Dus in alle andere appartementen hebben we daar ook al bedden, matrassen, toppers en eigenlijk alles van. Dus die ga ik nu weer bestellen. Het kost natuurlijk wel wat, maar dan heb je ook wat. En ik ben heel erg blij, want ik heb een eigen kortingscode. En ja, uiteindelijk scheelt dat toch wel heel erg veel. Dus ik ben weer helemaal happy. Kijk eens wat fijn. Dit is zo lekker. Dit is echt top, hè? Dit is gewoon top. Ja, het scheelt wel echt veel. Fijne toppers en mijn matras helemaal top. Ja. Hier houden we van. Hoe meer korting, hoe beter. Vriendin, omdat Tjawo en ik heel lang met jou uitgingen en je zo ziek was en jezelf altijd lelijk vond, hebben we voor jou cadeautjes en word je lekker opgemaakt. En heb je taartje gekregen. Ja, sorry. Celina heeft erg zware jaren achter de rug. Dat is niet altijd makkelijk geweest. En buiten dat alleen de chemobehandelingen onwijs zwaar waren, viel haar haar uit, werd ze heel erg zwak en voelde ze zichzelf eigenlijk heel lelijk. En dat was heel erg verdrietig om te zien, omdat ze zat al in zo'n strijd en dan komen er zoveel dingen bij eigenlijk. Ja, dat gun je natuurlijk niemand en Celina is zo'n lieve meid. Nu, een paar jaar later, is ze gelukkig beter en Celina is vandaag jarig. Dus dat wil ik heel graag vieren. Daarom gaan we er lekker meenemen uit eten. Ik heb een outfit voor haar gehaald, zodat ze zich weer eventjes leuk kan aankleden en mooi kan voelen. En daar zitten als verrassing al haar vriendinnetjes klaar om gewoon even haar leven te vieren. En dat ze weer een jaartje ouder is geworden. De uitslag van de gender staat eigenlijk al heel erg lang in mijn mail. Ik zelf wilde niet weten wat het zou worden. Wachten tot aan mijn bevalling, dat leek me nou zo leuk. Dat is pas een echte verrassing. Ik dacht, hoe leuk is dat? Maar daar was Moord niet helemaal mee eens. Ik kon gewoon niet wachten en die wilde per se weten. Dus ik heb het nog iets van 5-6 weken uitgerekt. Het ging echt niet langer. Dus... ik heb besloten om een taart door iemand anders te laten bestellen. Met een roze of blauwe binnenkant. En dan gaan we kijken wat het wordt. Wat denk jij dat de baby wordt? Een jongen of een meisje? Ik zelf denk eigenlijk een jongen. Omdat ik best wel veel hoofdpijn had in het begin. En dat had ik bij Tiger ook heel erg. Ja, hoort een meisje. Maar Tiger zegt een meisje. Ik heb eigenlijk al kunnen zien dat Tiger gewoon altijd gelijk heeft. Maar ik voel me in ieder geval niet zwanger van een meisje. En Mimi, wat denk jij? Meisje. Meisje? En oma, u denkt ook meisje, toch? Meisje met zwart haar. Meisje met zwart haar, ja. Noor wil heel graag een jongetje eigenlijk. Hij ziet het al helemaal voor zich. Voetballen, kickboksen. Nou, alles erop en eraan. Alles wat erbij komt kijken. Echt een soort van kleine mini Noor. Waar moet ik hem aansnijden? Ik heb helemaal zweethanden.
Ja. Ja, ik vind echt allebei heel leuk, dus ik ben heel benieuwd. Oké, okay, moet ik hem door midden snijden? Nou, of gewoon een stukje zo eraf. Ik snij de taart aan. Wat Shen heel goed deed was, ze deed haar handen voor mijn ogen. En ik snij nog een keer. En ik dacht, nu komt het moment dat ik iets van blauw zie. Al is het een kleinste vleugje blauw. En ik open mijn ogen. Ik zie het al. Ik zie het al. Maak hem gewoon open. Ik zie het al. Oh my god, wat is het tijdje, Mimi? Ik had dit gewoon niet verwacht. Gewoon echt niet. Meisje. Wat krijg je een meisje? Roze. En het was gewoon bam. Vind je het leuk of niet? Ja, 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 ja. Een shock. Sorry, Noor. Nee, niks sorry, niks sorry. Nee, nee, nee. Ik moet gewoon even bijkomen. Het is alle twee goed, jongen en een meisje. Maar het is alle twee even bijzonder. Nu lijkt het net alsof ik minder blij ben met een meisje. Dat is het helemaal niet. Want dat je überhaupt een kind kan krijgen is een geschenk. Alleen op een of andere manier zag ik gewoon een jongen. Ik zag me voetballen, kickboksen, in de lucht gooien, stoeien. Een kleine kopie van jezelf, wat elke vader wil. En het is roze, dus nu moet het echt even landen bij mij. Want ja, ik had het gewoon niet verwacht. Ook omdat Shen zegt, ja, ik denk ook een jongen. Quinten zei, ik denk ook een jongen. En het is een meisje. En wat ik zeg, ik ben er hartstikke blij mee. En ik ben hartstikke blij dat het gelukkig en gezond er dadelijk is. Ik kan er niks aan doen dat mijn hart en mijn hersenen gewoon even moeten schakelen. Ik heb het idee dat dit meer stress en meer verantwoordelijkheid geeft dan een jongen. Terwijl het natuurlijk niet zo is, maar zo voelt het wel. Ik weet dat je toch eigenlijk heel graag een jongen wilde, maar nee, ik vind het wel echt het is ook hartstikke zo leuk. Dat is wel hartstikke leuk. Alleen maar mijn leven is, het gaat nu echt voorbij. Maar dit is jouw karma, hè? Nou ja! En ik zie op een gegeven moment die kinderen bezig met die taart. Shen, het staat sowieso op beeld dat Shen als eerste met haar hand in die taart gaat. En dat vindt ze dan allemaal leuk natuurlijk, als ze uitdeelt. Ja? Emma, wat doe je? Ah, oh, zo irritant. Dat beeld, wat zij dan trekt, volle haat in haar ogen. Daar doe ik het voor. Dat vind ik geweldig. Leuk, hè? Moet je naar huis? Je doet maar een beetje bij mama. Hé, hey, joh! Hé! Hey. Hé, hey, stop nu, jongens. Goed zo, kijk een meme. Oh.